Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer begint vrijdag met de uitgifte van grondbeschikkingen. Dat zegt minister Diana Pocky. Het ministerie zal beginnen in het district Marowijne, waarna de districten in het westen aan de beurt zullen komen. Pocky zegt dat ze sinds haar aantreden al ongeveer 400 grondbeschikkingen heeft getekend. We hebben 4 districten in planning voor uitreiking. We gaan het symbolische uitreiken, misschien uit handen van de president, de vicepresident, DNA-voorzitter en de minister. Dan zullen we dan de zaken afhandelen met de medewerkers van het domeinkantoor. Vanwege COVID kan het niet echt in het groot. Maar komende vrijdag, 22 januari, hebben we onze eerste uitreiking in Marowijne. En hoe was het in totaal, want u heeft 4 districten opgenoemd? In totaal komen we zo uit het hoofd. Ik denk Marowijne zijn we in de buurt van 200 zoveel beschikkingen. Grondbeschikkingen in Saramaka is het 100 plus. Coroni, daar zitten we in de buurt van 100. En Nikeri is ook 200 zoveel, als ik het goed heb. De bewindsvrouw geeft verder aan dat de automatisering van het grondbeleid nog niet is wat het wezen moet. Er moet nog veel gedaan worden om dit proces op gang te brengen. Bepaalde afdelingen moeten nog werken in het GRIS-systeem, bijvoorbeeld onze belangrijke afdeling grondinspectie. Zij moeten nog in het systeem werken. Dus je zou op dit moment niet kunnen kijken van hoe ver jouw aanvraag is. Ik denk actief in het systeem is alleen de balie. Dus het gewoon, je hebt aanvraag gedaan, een verzoek ingediend bij domeinkantoor, maar verder kan je niet veel volgen van jouw status. Dus van je aanvraag. Dus daar zijn we mee bezig, maar ik denk het gaat even wat tijd nemen. Minister Diana Pocky van Grondbeleid en Bosbeheer. Ze sprak vandaag enkele journalisten op de stoep van het kabinet van de vicepresident.